Medanco ontwikkelt, produceert en assembleert onder clean room omstandigheden kunststof TPE-producten met medische toepassing. Zij doen dit ten alle tijde in nauwe samenwerking met de klant. Wij maken allerlei precisie rubber- en kunststofproducten, allemaal klantspecificatie. En wij zorgen ervoor dat de klant ontzorgd wordt in het hele traject van ontwikkeling tot aan realisatie. We praten hier over medische producten die gebruikt worden in klinieken, in ziekenhuizen. En die gemaakt moeten worden onder cleanroom omstandigheden. Waar heel veel eisen aangesteld worden vanuit de klant. Om ervoor te zorgen dat uiteindelijk het goed functioneert en dat het risico op contaminatie bij de gebruikers uitgesloten is. Dit voorjaar hebben wij ISO 13405 gehaald. Dat is een medische norm voor producten zoals wij die maken voor klanten. Dus een algemene standaard in de markt waar wij in zitten. En die we dit voorjaar hebben daarvoor het certificaat behaald. We zijn hier de technische maakbaarheid aan het controleren. De klant heeft een product bedacht en wij gaan kijken of we dat ook spuitgietechnisch kunnen produceren. Het kunststofproduct wordt ingezet voor MRI-scans. Tijdens een MRI-scan krijg je vloeistof in je lichaam. Door de kanalen wordt de vloeistof erin gevoerd. Ik ben hier het product aan het bekijken en de maakbaarheid. Nou, er zijn een aantal delen heel belangrijk. Er zijn de toleranties, het materiaal, is dat specifiek voor de medische toepassing. En dan ben ik eigenlijk eens aan het kijken van waar dat er allerlei moeilijke dingen in het product zitten. Hier onder de seal zit een uitsparing in. Ik zal hem aanwijzen. En daar zit een RFID-chip in die het product in kan registreren. En door middel van die chip kan je altijd uitlezen hoe lang het product in het apparaat zit. Wat heel belangrijk is bij de medische producten is dat wij de traceerbaarheid van de productieorder, dat we het helemaal waterdicht hebben vastgelegd. We krijgen dit product binnen. Het gaat hier om een chip. En deze chip die hebben we ingekocht met een uniek inkooporderenummer. Deze inkooporderenummer wordt gekoppeld op het moment dat deze binnenkomt bij een productieorder. De mensen van de productie die gaan het produceren. Die registreren weer dit unieke nummer weer op hun productieorderlijst. Alles wordt in het systeem ingevoerd. Het wordt vervolgens verpakt. Er komt een speciaal nummer op de doos te staan. En vervolgens gaat dat nummer naar de klant toe samen met de producten. Ja, bij een medisch product ben je ISO gecertificeerd. En dan behoor je gewoon elk product te kunnen tracen. En daarom doen wij elke batch die binnenkomt, die leggen wij vast in ons systeem. Zodat we precies weten welke grondstof er uiteindelijk in welk eindproduct komt.